Welkom, ik ga vandaag voor jullie maken courgettekoekjes. En dan hoop ik natuurlijk dat jullie denken, jee wat leuk, dat ga ik thuis proberen. Ik begin met een ui. Veel recepten zeggen gewoon snipper de ui en doe dat met de courgette tot een beslagje. En dan bak je dat in de pan. Maar ik ga die ui toch even voorbakken. Want die koekjes die bakken niet zo lang en dan heb ik het idee dat die ui toch een beetje rauw blijft daarin. Dus dat lijkt me niet zo lekker. Dus ik geef die ui even voor dat ik hem door het beslag doe. Bak ik die al even aan. Dus dat moeten kleine stukjes worden. Niet zo handig zittend. Jullie moeten gewoon lekker staan in je eigen keuken. Ik gooi ook de helft op schoot. Ook niet de bedoeling. Nou, ik vind het eigenlijk wel genoeg. Halve ui maken we ervan. Pannetje aan, klein beetje olie. Dus alvast even voorbakken. Niet te hard natuurlijk. Je wil geen verbrande ui in je courgettekoekjes. Maar gewoon zachtjes bakken. Dat hij een beetje zacht en gaar en een beetje zoetig wordt. Dan de courgette. Ongeveer 300 gram, zegt het recept. Dit is een flinke courgette, die is ietsje zwaarder. Boven de onderkant gaan we af. Hoe zal ik dat eens doen? Zo, kijk. Blokschaaf met het grote, ik weet niet hoe ze heten, die grote dingen. En dan rasp je hem gewoon zo meteen in je bakje. Met schillen al, hè? Ik heb hem wel afgewassen, maar we gaan hem niet schillen. Hij heeft even wat zachter gezet. Je moet zachtjes bakken, zoals ik al had gezegd. Uithalen. Zo. Ja, courgette is een beetje een nattige groente. En nat. Nat bakt nooit lekker. Dus we gaan dat even drogen. Ik heb hier een schone theedoek. Daar doe ik het in. En dan droog je het gewoon even af. Dan roeren we een uitje. Nog ietsje zachter. Zie je hem gewoon heel rustig een beetje garen. Nou, die courgette is droog gedekt. Terug in een bakje.
Zo. Daarbij doen we. He, want we hebben nu courgettesliertjes, maar daar kan je natuurlijk nooit een koekje van maken. Eitje. Ik heb hier zelfrijzend bakmeel. 30, 35 gram. Bloem kan denk ik ook. Ik heb wat kaas. Dit is gewoon oude goudse, maar je kan ook lekker parmezaan of feta nemen. Een beetje paneermeel voor de binding nog. 2 eetlepels denk ik. Misschien straks nog wat bij, moeten we even kijken. Dan natuurlijk peper. Een beetje zout. Niet te veel, want je hebt kaas er al in. Ik doe het eerst even in mijn hand, hè. Dan kan je het goed zien. En ik doe een klein beetje cayennepeper. Dat geeft een beetje pit, een beetje hitte. Een beetje curry doen, of een beetje paprikapoeder. Of helemaal niet, als je het allemaal niet hebt. En dan natuurlijk nog dat uitje. Dat is goed nu. Gaat daarbij. Zo. Alles eraf. En dan gaan we dat mengen. Doorgaat, zorg dat je die bloem en die paneermeel goed verdeelt en je kaas natuurlijk. En als je dan een beetje zo duwt met je lepel, dan zie je dat het al een beetje aan elkaar gaat plakken, dus dat is goed. Dat is wat we willen. Dus ik hoef daar geen paneermeel meer verder bij te doen, want dan zou het ook droog worden. Ik heb hier nog verse kruiden staan, basilicum in dit geval, munt kan ook, peterselie, bieslook, dille, lijkt me ook lekker. Kan van alles. Dus die leg ik even op elkaar, dan rol ik ze tot een pakketje en dan kun je er mooi sliertjes van snijden. Als je het heel erg gaat hakken, dan wordt het zwart. Het is niet zo. Het is toch meer dat ik het snijd dan dat ik het hak. Nou, die moest er nog even door. Als je geen verse groene kruiden hebt, maar wel bijvoorbeeld nog gedroogde tijm of oregano, gedroogde munt, kan je allemaal gebruiken. Het is echt weer zo'n receptje waarbij je heel veel kanten op kan en er gewoon een beetje van kan maken wat je zelf lekker vindt. Nou, dat is klaar. Plaatje weer aan. Nou, half hoog vuur. Beetje olie in de pan. Ik heb hier een kommetje water. Mijn lepel even nat. Want dan kun je dat net iets handiger, blijft het niet zo plakken. Nou, dan doe ik daar een schep in. Dat worden natuurlijk niet hele nette koekjes, maar je duwt het even een beetje in vorm. Pas er wel 2 in, denk ik. Ja. Je moet het zachtjes bakken, want dat eitje moet stollen en die courgette moet een beetje garen. En die bloem moet een beetje garen, dus je moet het rustig aan doen, want anders heb je een zwart koekje wat van binnen rauw is. Dat is niet lekker.
kan er nog wel eentje bij, zie ik. Je zou ook natuurlijk een hele grote kunnen maken, gewoon het hele pannetje, bodem van je pannetje vullen. Maar dat is misschien een beetje lastig met draaien. Terwijl de koekjes bakken, maak ik even een dipsausje. Dan gebruik ik even dit bakje waar de kaas in heeft gezeten. Dat kan wel. Ik heb een beetje kwark. Als basis. Flinke eetlepel. Een klein beetje mayonaise erbij. Is tenslotte een dipsausje. Nou, niet te veel. Een beetje om het wat smeuig te maken. Dan een beetje citroensap daarin voor de frissigheid. Die ik niet gepakt heb, dus dan maar even snijden naar kleine stukjes. Het is ook lekker om dit al eerder te maken, zodat die knoflook dan goed intrekt in dat sausje. Dus maak je dat al 's middags als je 's avonds die koekjes gaat maken. Goed hoor, in je koeling, zo'n dipsausje. Nou, wat willen we daar nog meer bij? Een beetje peper natuurlijk. Heel klein beetje zout. Het meeste is gewoon kwark, dus dat is gezond. Maar net dat kleine beetje mayonaise en die andere toevoegingen maken het toch een dipje. Zo, nou, dat is klaar. Gaan we eens kijken of de koekjes al kunnen draaien. Ja. Mooi bruin geworden. Ik zie het. Ietsje hoger met vuur. Dus duurt het allemaal wel heel erg lang. Maar ze zijn mooi. Ze blijven goed stevig bij elkaar. En ze worden mooi goudbruin. Dus nu deze kant nog een paar minuutjes. Nou, dan serveer je dat op een bordje met je dipsaus erbij. En dan heb je een heerlijke lunch of voorgerechtje, of je eet het bij een stukje vis of vlees wat je lekker vindt. Dus ik hoop dat jullie dat allemaal gaan proberen.